Thierry, hoe zou jij het anders aanpakken? Je moet gewoon zeggen, het is even klaar nu. Er komt gewoon niemand meer in. Nee. Als we morgen de grens willen sluiten, dan kan dat, zeg jij? Ja, natuurlijk. We zijn toch een soeverein land. We kunnen dat toch beslissen. Alleen, de mensen die bij het partijkartel horen, die willen dat helemaal. Maar we hebben ook allerlei verdragen. Is het echt zo makkelijk te realiseren, zeg jij? Ja, die verdragen kun je opzeggen of je kunt ze gewoon negeren. Dat is geen enkel probleem. Het is een kwestie van politieke wil. En daarom dat ik er ook voor pleit om niet met stemwijzers te kijken naar wat partijen allemaal beloven in hun verkiezingsprogramma. Maar je moet eigenlijk kijken naar hun stemgedrag van de afgelopen jaren. Dan zie je dat VVD is net zo open grenzen als de partij van Frans Timmermans. Ja, ik vind dat die partijen, die krijgen heel veel goede pers, zeg maar, omdat ze nieuw en vernieuwing. Maar het is oude wijn en nieuwe zakken. Dus ik verwacht daar ook geen radicale koerswijziging van. Wel bij ons. En daar moeten de stemmers een beetje naartoe.